Goedemiddag. Bedankt dat u erbij bent op deze live video. En deze keer wil ik het graag hebben over ons ecologisch bewustzijn. Want vandaag hebben wij een eco-dag bij Daphne Fashion. Is dit internationaal georganiseerd? Maar nee, wij doen dat gewoon. Wij vinden dat het een goed idee is om dat te doen en dan doen we dat. En die eco-dag, dat heeft te maken ook met het feit dat we goed ondersteund worden door merken als Brax en Gerry Weber. Want ook zij zijn heel erg bewust van milieuvriendelijkheid en het respecteren van onze blauwe planeet, hè. En hoe zie je dat? Wel, dat zie je aan het feit dat zij speciaal broeken maken, bijvoorbeeld Brax, broeken die Blue Planet broeken zijn. Kijk, hier is er bijvoorbeeld eentje. Het is een Blue Planet broek en ze draagt ook dit achteraan op de zak. Dus daaraan zie je dat het een Blue Planet broek is. Ook Gerry Weber heeft een broek gefabriceerd uit organische katoen. Dus ook zij zijn zich daar enorm van bewust, hè. Nu, wat wil dat zeggen? Bijvoorbeeld bij Brax een Blue Planet broek. Wel, dat wil zeggen dat ze ten eerste heel erg hebben opgelet bij het waterverbruik, bij de fabrikage van deze broeken. En dat is al een hele goede zaak, hè. En zo'n broek die wat lichter van kleur is of een vintage look heeft, die krijgt normaal gezien een behandeling met enorme hoeveelheden water, een wasproces, waardoor de broek lichter gaat tonen en een soort slijtage-effect heeft, wat dus een moderne look geeft. Maar Brax gebruikt daarvoor hoogtechnologische middelen die te maken hebben met laser- en ozonbehandelingen. En daardoor is er veel, veel, veel minder water nodig, hè. En dan zijn er natuurlijk ook de grondstoffen die van biologische origine zijn, hè. Dus weer een manier om veel ecologisch vriendelijker te fabriceren, hè. Ook hier bij Gerry Weber, deze broek in katoen is van organische katoen van biologische productie. Dus ja, als je geïnteresseerd bent in het behouden van onze blauwe planeet, dan is het natuurlijk een goed idee om daar aandacht aan te schenken bij de keuze die je maakt bij de aankoop van een broek natuurlijk, hè. En dan is er nog wat anders, want bij Daphne Fashion zijn wij ons heel erg bewust van de plastic die in de zee terechtkomt en die zo toch wel echt een aanslag is op het milieu. Als je bij ons een aankoop doet, dan stel ik altijd de vraag: wil je gratis voor niks een plastic zak van mij? En als je zegt nee, ik wil geen plastic zak, ik zal het zo wel meenemen of ik heb zelf een eigen zakje meegebracht, dan ga ik in plaats van u die plastic zak te geven, ga ik de winkel Daphne Fashion ga 10 eurocent schenken aan de Borstkliniek Voorkempen. Borstkliniek Voorkempen is een samenwerking tussen AZ Sint-Jozef in Malle en tussen de Clina-kliniek in Braschaat. Zij schenken heel veel aandacht aan borstproblemen en borstkanker natuurlijk, hè. Dus veel beter dan die zakken toch maar in de zee te dumpen, is het beter om een eigen zak mee te nemen. Of gewoon de goederen in je hand mee naar buiten te dragen en iets te doen voor het goede doel tegen borstkanker natuurlijk. Zo, ik wens u nog een fijne dag. Tot ziens. Bedankt dat u erbij was. Dag.